Nou, zoals je ziet heb ik de zomer al aardig in de bol. De vakantie is voor mij begonnen, maar voor een aantal minder gelukkige medestudenten van mij is dat niet het geval. Die moeten nog aardig hard aan de bak hier op de Uithof. En er zijn er ook nog natuurlijk een lucky few die hier gewoon wonen in de buurt. En dan gaan wij voor Dub even uitzoeken waar al deze jongelui hun chill vinden. En wat de echte chillplekken zijn, of dat er wel genoeg zijn. En hoe zit het nou eigenlijk? Even uitzoeken. Nou, ik vind dat basketje wel leuk daarboven, dat veldje. Maar op zich zou ik andere sportfaciliteiten of wat meer chill vinden, zou ik ook wel fijn vinden. Ja. Ja, je hebt natuurlijk wel de basket. Maar klein terrasje en bier is duur. Dus twee redenen om niet te gaan zitten. Nou, dus het zou wel leuk zijn als er buitenschool nog een ander kroegje zou komen hier. Een terrasje of zo. Ja, iets anders dan de basket nog wat je al hebt. Heb je wel eens gehoord van de daktuin? Nou, toevallig in de bus heb ik dat vanochtend gelezen. Er staat dus zo'n reclame. Dat nu op de parkeergarage van de universiteit, parkeergarage, dat daar een daktuin. Waar dat is, zou ik ook niet weten. Het was even zoeken naar de route naar de legendarische daktuin. Maar volgens mij zijn we nu op het goede spoor. Als we hier voor ons kijken. Inderdaad, een aantal route, wijzingen. Dus we gaan even de weg naar boven zoeken. Nou, eerste indruk, lekker groen, veel chillplekken, nog even op zoek naar de bar. Oké, de feestelijke opening, hoe gaat het er nu toe? Ja, heel gezellig ook. Heel veel mensen, iedereen is tevreden. Het is voor ons ook spannend, van echt op het laatste moment nog even aanpoten, even vegen. Nou is het dit wat het nu geworden is en daar ben ik heel erg blij mee. En de mensen hier om me heen ook. Ja, het is wel aardig volgestroomd. We gaan even kijken wat de mensen ervan vinden. Ja, het is zelf nu niet zo'n lokkertje, maar dit is wel een goede plek om te zeggen van oké, laten we hier nog eventjes naartoe gaan na het studeren. Het ziet er gezellig uit. Goede sfeer, veel leuke sfeerhoekjes. Is het nog wel meer dan vorig jaar misschien. Ja. En wat vind jij ervan? Vind je het mooi? De daktuin? Ja. Ik ben er net, maar ik vind het allemaal heel erg leuk uitzien. Ik ben vooral erg gecharmeerd van het stukje met die hangmatten en zo. Ja, het is leuk geworden. Op een schaal van 0 tot 10, wat geef jij de daktuin tot nu toe? Een 8,7. En waar baseer je dit soort getal op? Ja, ik lig gewoon heel lekker. Ja, alleen geen 10 omdat het natuurlijk het zonnetje schijnt niet meer. Oké, maar dan kan de daktuin ook niet zoveel aan doen natuurlijk. Nee, dat is waar. Hoppa! Ik heb mezelf ondertussen heerlijk geïnstalleerd in een van de luxe voorzieningen die we hier hebben. Klein gebrek aan muziek moet ik wel zeggen, maar dat wordt volgens mij in de komende dagen ruimschoots goed gemaakt. En als we zo meteen met de lift gaan, misschien ook alweer zo'n leuk privéconcertje. Maar verder, echt fantastisch. Zoals de jongen voor mij in deze hangmat al zei, op de schaal van 0 tot 10, 8,7, misschien wel terecht. Volgende keer weer. Tot kijk, dub.